Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Bendes recruteren jongeren op de schoolpleinen van Curaçao, dat meldt de Extra vandaag. Die heeft het gehoord uit bronnen binnen de justitiële keten dat het een punt van zorg is voor de minister van Justitie en andere mensen binnen justitie. Bendes zouden jongeren interesseren om op het verkeerde pad te geraken met alle gevolgen van dien. Tegelijkertijd zoekt de politie nieuwe mensen, maar krijgen ze te weinig aanmeldingen van mensen die daadwerkelijk politie kunnen worden. Wat dat betreft is het een probleem voor minister Kirigori. De Extra weet vandaag te melden dat er een nieuwe gegadigde is voor de positie van minister van Economische Ontwikkeling. Zoals bekend trok de vorige kandidaat, Nayssa Skoop-Isenia, zich onlangs terug nadat de screening van haar maar niet werd afgerond en er vanuit de centrale bank informatie was gelekt. Ook nu gaat het om een dame met veel ervaring in de financiële dienstverlening, zo weet de krant. Politieke partij MAN wil voorkomen dat, net als met Nayssa Skoop-Isenia, al veel over de persoon wordt geschreven voordat de screening rond is en kiest er voorlopig voor om de naam nog niet bekend te maken. Steven Martina trad in februari terug als minister. Zijn functie wordt sinds die tijd vervuld door minister van Financiën Kenneth Gijsberta. De organisatie Frente Amplio organiseert een handtekeningenactie om de overheid te stimuleren meer te doen voor het openhouden van de raffinaderij. De organisatie van onder meer Louise Riet en Selwyn Cornelia is bang dat het traject om tot een nieuwe partner te komen dit jaar niet gerealiseerd zal worden. Men vreest daardoor een sluiting met vele negatieve sociaal-economische gevolgen. De organisatie roept op maandag 27 mei mensen op om langs te komen in buurtcentrum Santa Maria om een petitie te ondertekenen. De politie heeft zaterdagochtend een man aangehouden die had geschoten met een pistool. De politie kreeg rond 5 uur 's ochtends daar een melding over. Tijdens de controle zagen de politie op de parkeerplaats van een nachtclub een man die na onderzoek een wapen, enkele kogels en enkele zakjes marihuana in zijn auto bleek te hebben liggen. De man is aangehouden. Het is een 27-jarige persoon, geboren in de Dominicaanse Republiek. Er heeft een grote schoonmaak plaatsgevonden dit weekend in de wijk Montagna. Dat is uitgevoerd door agenten van het wijkteam Montagna, door leden van het X-team, door buurtbewoners, maar bijvoorbeeld ook door minister van Sociale Ontwikkeling Hensley Koeijman. De hele dag door is er op verschillende plekken schoongemaakt en dat levert op het eind van de dag mooie plaatjes op van tevreden mensen en schonere plaatsen in Montagna. Er wordt veel geïnvesteerd in de haven, namelijk 50 miljoen gulden, zo heeft Curaçao Port Services bekendgemaakt. Dat betekent veel verbeteringen. De afgelopen dagen werden er nieuwe rails gemaakt voor de kranen in de haven. Het ziet er spectaculair uit en het is goed voor de ontwikkeling van de haven van Curaçao. Een gewapende en gemaskerde groep mannen heeft in de Noord-Braziliaanse stad Belém zondag 11 mensen doodgeschoten. Dat melden verschillende lokale media. Mannen openden het vuur in een kroeg in Belém. Over een motief is nog niets bekend. De gewapende groep kwam aan in auto's en op een motor. Hoeveel mensen precies bij de groep zaten is niet bekend. Nadat ze de kroeg binnen waren gegaan, begonnen ze op gasten te schieten. 6 vrouwen en 5 mannen kwamen daarbij om het leven. Het café ligt in de buurt Guamá. In maart stuurde president Jair Bolsonaro hier speciale agenten naartoe om de veiligheid te verbeteren. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.